What is up YouTube? Het is je boy, slecht geslapen 020, back met een nieuwe video. Nou, het is de dag nadat we die mooie route hebben gereden richting Oude Kerk aan de Amstel. Ik heb niet zo goed geslapen, ik heb een beetje raar liggen dromen. En het klinkt misschien stom voor sommigen van jullie, maar ik denk dat het komt doordat we die dode koe hebben gezien gisteren. Zoals ik al eerder heb gezegd, ik ben gewoon een hele grote dierenvriend. Of het nou schaapjes zijn, honden, katten, koeien, varkens, het maakt me niet uit. Ik vind alles leuk. En ik vind het gewoon kut om dat beest zo te zien liggen, weet je. Ik hoop wel dat hij een natuurlijke dood is gestorven. Want ik zag allemaal gras in zijn mond zitten, dus misschien gewoon een hartstilstand of zo. Mensen, dat hoop ik dan tenminste, dat hij gewoon tijdens het eten om is gevallen. Waarom die daar lag, dan sla je me dood. Ik vond het ook heel apart. Maar goed, ik heb de hele dag gewerkt van 9 tot 5 en nu ben ik net thuis gekomen. En ik zit gelijk eventjes te editen, zoals jullie zien. Nieuwe aflevering van de beeldseries komt eraan. Maxime is onderweg naar mij. Volgens mij is hij er al, volgens mij hoorde ik hem. En een subscriber van mij die is bij de Arena in een hotelletje. Zijn vriendin is naar een concert toe. En hij had ons geappt van, vinden jullie gezellig om even langs te komen, even een drankje te drinken. Dus wij hadden gezegd, zeker grap. Matthijs, dikke shout-out naar jou. Een van mijn trouwste subscribers van het eerste uur. Deelt altijd mijn video's, liked, reageert altijd. En zoals jullie weten, liken en een reactie achterlaten, dat helpt mij enorm. Dus als je een vaste kijker bent, vergeet niet even alvast te liken. Dus Max is onderweg naar Hero. En dan gaan we naar Zuidoost, richting de Arena, gaan we even wat drinken met Matthijs. Ik weet niet of het hele mooie beelden worden, want het is 6:35. En om 6:00 is het al pikken donker hier. Dus ik ga wel zometeen mijn nachtsettings aanzetten van die GoPro. Alleen, ik weet, ik moet met nachtsettings moet ik mijn framerate omlaag doen. Dat is Max zelf. En ik moet iets met mijn ISO doen. Maar ik weet nou niet meer of ik nou mijn ISO omhoog moet doen s'nachts of omlaag. Misschien kunnen jullie me dat eventjes vertellen. Laat het even weten in de reacties. Hallo, we verkopen niet aan daklozen hier. Hallo, mag ik even verder? Ik verkoop kranten. Maar de pompert zegt, je hoop als getuige. Nou goed boys, dus we gaan zo meteen rijden en dan zie ik jullie op de DRZ Killers. Ja Max, moet je omrijden, dat hoef ik niet te doen. Alright pompert, we zitten op de bike. Dan gaan we richting Matthijs, even een drankje doen gezellig. Het enige wat een beetje kut is, is dat we eigenlijk wel even een stukje over de snelweg moeten. Ik heb in ieder geval de nachtsettings voor jullie aangezet. Ik heb hem nu op ISO 3200 volgens mij. En ik wil ook nog even proberen met ISO 400. Dan kan ik even zien of ik wat verschil zie. Maar ja, dat zal ik waarschijnlijk wel weer vergeten. Max B in the building! It's your boy Max B! Wow. Gekke sprong over die putdeksel. Ik heb in ieder geval twee jassen aan. Mijn winterhandschoenen. Graag gedaan. Ik heb het volgens mij vorige winter ook al aan jullie verteld. Hé hey Max, streepjes trekken! Wat een pomper, hij heeft geoefend hoor. Hey. Maar ik heb een hekel aan van die hele dikke winterhandschoenen, daar kan ik echt slecht tegen. En dit zijn Fox winterhandschoenen. Het zijn zeg maar binnen- en buitenhandschoenen in één. En ik zweer het, hier krijg je gewoon zweethanden in, zo warm zijn ze. En ze zijn ook niet dik. Ze komen, zeg maar, het is voor de crossmotor bedoeld. Ze komen bij de Doelen vandaan in Zaandam. En hiermee, ja, hier heb je gewoon lekkere feeling mee en goede grip. In plaats van die dikke, irritante kuthandschoenen waar je niks mee voelt. Daar wordt niemand vrolijk van. Hij gaat zeker op groen springen. Het zijn nerveus. Thank you.
schap, ik heb geen power om dat te doen. Dus voor Maxi Bizzle Rara. Ik ben helemaal vergeten te zeggen, maar Max heeft gewoon 10k abonnees gehaald. Max, gefeliciteerd schap. Je hebt het verdiend, jongen. Je hebt er hard voor gewerkt, veel video's geüpload, constant met uploaden. Nou, alleen nog even direct racen, pik. Ja, grap, ik ga niet harder dan 135 rijden. Dan moet dat ding zoveel toeren maken. Dat vind je niet leuk, hè? 130 is gewoon goed te doen. Jongen, geniet er maar van, Max. Binnenkort heb ik de Busa weer en dan rijd je weer aan alle kanten om je oren. Je merkt wel dat de winter is coming. Koud als de tering. Dus dat valt nu nog wel mee, maar ik ben gewoon een... Ik kan gewoon heel slecht tegen kou en heel goed tegen de warmte, laat ik het zo zeggen. Dus eigenlijk had ik in Dubai geboren moeten worden en Maxime hier, oh, die kan er wat beter tegen. Die kan niet zo goed tegen de warmte. We moeten hier al eraf, pik. Let je wel op. Weet ik ook niet of we nog genoeg gasolina hebben in die DRZ. Ik had hem gisteren, voordat ik naar die mooie route toe reed, had ik hem volgegooid. Maar je hebt natuurlijk geen benzinemeter. Ik vind het altijd een beetje lastig inschatten, weet je? Maar goed, we rijden gewoon. Het vizierje dicht. Fuck, lekker hoor. Oh, ik mis wel dat viercilinder geluid, man. Nog een maandje. Het is volgens mij vandaag 9. Dus over een maand en 2 dagen kan ik keuren. Ik vind dat wel het grootste minpunt van die DRZ. Geen brandstofmeter, maar goed. Huh? Als dat het enige is. Ik heb echt die neiging om steeds beetje wielen te oefenen zodra er een rechtstukje komt. Maar ik wil dat gewoon niet doen op de, ja, op de grote weg, zeg maar. Met toch de angst voor dat er weer een keer undercover auto rijdt of zo. En dan moeten we weer wegrijden, je kent het allemaal wel. Helemaal geen zin in, ik oefen wel gewoon op industrieterrein en shit. Oh oh oh, die Maxi Bizarrara, die heb lopen oefenen hoor. Maar dan piept hij nou niet, jongen, die achterban. Helemaal. Deze bike is zo leuk, jongen. Bobbeet, ja, ja. Welk hotel deze is hij? Ja. Valt wel mee hoe koud het is. Zeker. Je hebt geoefend, hè, strepen trekken. Ja. Ah, killer! Hoe is die grap? Lekker, is lekker? Lekker, lekker. Oké dan. Waar slaap je hier, oh? Ja, gaan we even bij de bar zitten, toch gezellig? Ja, ja. Huh? Nog even, wat zei je nou? Dan gaan we toch even in de bar even wat drinken? Kan ons schelen. Jij staat weer voor de nooduitgang, jongen, asociaal. Ja,
man. Ja, nee, bij de raam sta ik. Waar is de boestaan, joh? Ja, jongen, in de loods. Wachtend op keuring, hè? Wokstatus. Ja, doodziek, man. Dikke pk's, jongen. Hij is ook fucking vies. Oké, okay, ga maar. Hey, rustig hard. Zie je snel. Ik ga het auto. Hij is er meteen. Oké, okay, pompers. We hebben even gezellig wat gedronken. Ja, ja, pompers. Ja, ja. Met Matthijsie. Soldier, jongen. Dan gaan we even een hapje eten. We hebben allebei nog niet gegeten en we hebben best wel honger. We wouden even kaasfondue gaan eten bij de Bern. Maar die staat helemaal vol, helaas. Oh, die Max even strepen zetten dan. Dus ik heb maar even Cannibal Royale gebeld in Amsterdam-Noord bij de NDSM-werf. Die heeft altijd meer dan genoeg plek. En dan gaan we even lekker biefstukje eten bij de cannibalen. Lekker Max, jongen. Poppert, ja. Maar alleen een beetje ver door. Nog twee poppert daar zo. Killers. Ik was bijna in Dubai, man. Ja, ik zag je. Hij was bijna in Dubai, zegt hij. Ja, zo ver reed je wel door, gek hoor. Lekker boegje altijd vind ik deze. Niet opschakelen, gewoon in dezelfde versnelling laten. Oh oh oh, once again, dikke shout-out naar Flipmode voor het lenen van de DRZ. Ik heb het al eerder gezegd, maar volg hem even op Instagram, @philipherder. Link staat in de beschrijving. Even eens goed in die kutspiegel van. Wat een kutspiegel, jongen. Maar ik moet er wel even in blijven kijken dat er niemand achter ons aankomt natuurlijk. Maar jullie zien het, hè? DRZ, prima snelweg dingetje. Tenminste, in en om de stad heen is het gewoon perfect. Je moet er niet mee naar Brabant gaan rijden vanaf Amsterdam. Dan krijg je pijn aan je togus. Max busy. Ik heb al een tijdje niet met Max gereden eigenlijk. Ze zijn allebei natuurlijk hartstikke druk met werk en met YouTube en de rest van het sociale leven wat erbij hoort. Hij is nog een paar keer op vakantie geweest ook, geloof ik, die gekke. Maar we zijn er weer, je favoriete vlogduo Max B en Jurno 20 van Prrrts. En kun je 125, ik raak gewoon super relaxed nu hoor. Hey. Kijk, het is geen 225 of 325. Wat we wel eens met de Boussa doen. Maar het is gewoon lekker. Ik hoop dat jullie nog wat kunnen zien. De weg is best wel goed verlicht hier al. En ik heb die... Oh, ik ben nog vergeten die ISO te veranderen. Zie je, ik wist dat ik het zou vergeten. Nou ja, het is wat het is. Misschien doe ik het zo meteen wel even bij de cannibaal. Als ik het niet vergeet. Oh, oh, die Matthijs. Echt een soldier. Altijd wanneer die naar Amsterdam komt, belt hij me even op. Gabber, kom je even chillen, even drankje doen, even peukje roken, even een beetje ouwe hoeren gezellig. Echt een super chille gast. Max, of Matthijs, dikke shout-out naar jou. Ook naar Dilano. Dilano, poppert, waar ben je nou, jongen, Gabber? Nee, ik snap het. Je vader is even met zijn meisje in een weekendje weg en jij bent lekker bij je moeder. Maar we zien elkaar snel, Gab. Dilano is trouwens het zoontje van Matthijs. En mijn Gabbie. Echt een lieve jongen. Hij zegt ook vaak tegen zijn vader, ja, Jur moet wel voorzichtig doen, hè. En helemaal toen Paul toen was overleden, ja, die vlog heeft hij natuurlijk gezien. En toen zei hij ook van, pap, Jur doet toch wel voorzichtig? Doe ik zeker, Gabber. Heel erg voorzichtig. Maar het is gewoon lief, weet je, van die jongen. Hij is 10 jaar.
En dan al zo'n, ja, gewoon het hart op de juiste plek. Matthijs ook trouwens. 110, 120, 130, geen enkel probleem. Zullen we even kijken, tunnel in, hoe hard we kunnen halen? Beetje plat op de tank. 155, 160, 162, 163, 164. Oké, dat was het wel. 164. Wat een killer jongen deze. Je hebt gelijk Flip, hij gaat 160. When you're right, you're right. All everywhere, also hier en hier. Eén afslag verder, pik. 160 op een DRZ'tje 400. Niet zo klappen, ja! Dat klapt man toch niet? Jawel, jawel, snel bitte, snel! Oh, 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 gezellig hoor, weer even met Max B rijden. Ja, kan je wel gas geven, teringleier. Wat moet ik mijn Boesa terug heb, jongen? Laat ik even Boesa power zien. Oh kut, dit is nog helemaal geen... Dat gaan wij even uitvoegen op de oprit. Geweldig. Oh, oh, wat een mafkezer zijn wij ook, hè. Ik ben trouwens wel alweer 3 of 4 dagen achter elkaar aan het opnemen. Dat is wel bazig. Ik ga het niet allemaal achter elkaar uploaden. Ik ga het wel een beetje spreiden. Maar dat is wel fucking chill. Dan heb ik in ieder geval weer wat content liggen. Kan ik op mijn gemakje editen. Dikke Audi. Dikke Audi, jongen. Ik ga wel even voor deze BMW. Dikke BMW, jongen. Dikke BMW. En achter deze Volvo. Kut Volvo linksrijders. Dikke stoppies, jongen. Hé, hey, we gaan... Hé, hey, Max. Hier eraf. Voordat hij weer als een dwaas doorrijdt. Wel jammer dat de Bern dicht is, sorry. Ik weet niet of veel mensen Bern kennen. Dat is de kaasfondue baas op de Nieuwmarkt in Amsterdam Centrum. En die kaasfondue is lekker, jongen. En ook dat vleesje wat je erbij krijgt. Oh. Dat gaan we binnenkort dan wel doen met z'n tweetjes. Want Nashla wordt helemaal lijp van me. Alweer naar Bern, alweer. Ik word gek van die kaasfondue. Laten we een keer ergens anders eten. Dikke poppereros, hoor. Hop, hop. Nooit gestoord, jongens. Nooit gestoord. Oh, ik ben nog steeds bezig aan het editen met die Hayabusa Build Series. De volgende komt... het is vandaag vrijdag. Zondag komt er eentje online. Dan komen er denk ik nog 2 delen van die. En dan pas kan ik die bloemkool vlog editen. Ja, jullie hebben hem nu al gezien, maar ik heb hem nog steeds niet geëdit of online gegooid. Ik heb wel even snel gekeken naar die beelden, zeg maar. Oh, oh, wat heb ik gelachen, jongen. Die gozer met die bloemkool. Wat een mafkees, ouwe. Strekken. Eerst zegt hij, ik zie dat je niet kan vechten. En daarna roept hij naar boven naar zijn buurman, ja, kom even helpen. En hij komt dan niet vechten, dan ken je het toch wel in je eentje af, of niet? Slap Janus. Barry Bloemkool. Barry Bloemkool, geweldig. Zegt hij nog tegen mij, ja, jij bent ook fout bezig. Waarom? Omdat ik ga stilstaan en jullie filmen? Ik zeg alleen tegen jou, grap, je bent niet goed, jij bent zelf fout. Voor de rest heb ik me eigenlijk er niet mee bemoeid. Kijk, ik zeg je eerlijk, er gebeurde niet echt wat. Het was meer een beetje gedreig en 2 low kicks of zo heb ik gezien en bijna een bloemkool gegooid. Maar als het echt uit de hand was gelopen, dus of die man had die jongen helemaal de tering ingeslagen, terwijl dat hij nog op de grond lag, doorslaan, kijk, dan had ik er wel tussen gesprongen. En andersom ook, als die jongen die man helemaal de tering in had geslagen en hij zou doorgaan op de grond en noem het maar, ja, dan had ik er wel tussen gesprongen en had ik ze even uit elkaar gehaald. Maar het was totaal niet nodig voor mij om er tussenin te gaan springen. Het was gewoon een beetje road rage, gewoon even lachen. Beeldmateriaal wat die hufters van de Telegraaf graag hadden gewild voor op hun YouTube kanaaltje.
Maar dat gun ik ze niet, dat blijft gewoon op mijn eigen YouTube kanaal. Ik vind het wel echt kwal hoor, die gasten van de Telegraaf. Ze hebben ook zo'n YouTube kanaal en dan gaan ze commentaar geven op allemaal YouTubers en zo. Ja, Enzo Knol, ze smijten met geld, want hij heeft allemaal telefoons kapot gegooid. Ik heb die video even gekeken en hij kreeg gewoon van Apple allemaal telefoons, of van dat merk of zo, ik weet niet precies. Kreeg hij allemaal telefoons om te testen. Om te kijken van hoe werkt die bescherming die er omheen zit. En dan gaan hun zeggen, ja, hij smijt met geld allemaal telefoons kapot maken en zo. Dat was totale bullshit. Die gasten lullen gewoon zwaar. Ze weten niet eens waar ze over praten, maar ze maken er wel een heel professioneel nieuwsverslag van. Ja, oprotten man. Lekker hoor, die knallen, Max. Oh ja, ja, dikke pekkaart is handen maas. Hier, zei ik toch, Max? Sexyland. I'm in a sexy pack. And then the girls don't know how to act. Ja? Ja, ja. Oké, fam, we zijn er, kannibal. Dan gaan we even vreten. Als het eten niet lekker is, heb ik een dislike. Als het eten niet lekker is, krijg ik een dislike. Nou, Max, ik weet zeker dat je het lekker gaat vinden. Kannibale. Alright, pompers, we hebben even lekker gegeten. Max had de burger van de dag. En ik had de L'Exceptionnel 600 gram klapper. Rib roast, fucking lekker. Echt een aanrader deze Cannibal Royale. Sowieso Cannibal Royale is lekker. Maar hier in Noord kun je makkelijk parkeren met de auto. En het is gewoon goed eten voor een niet al te achterlijke prijs. Nu ga ik lekker naar huis nog eventjes video's editen van de build series. Max gaat nog even rijden met die kou, die is helemaal knettergek. Bike life, jongen. Bike life, jongen! Wat weet je van, homo? En stel jij je motor even om. Wat een maf, Kees, hè? Het zijn de maas! Ja, het is krap, hè? Die kutscooter. Start te lopen, jongen! Gabber was gezellig, lekker gegeten. Zeker. Ik zie je van de week. Sowieso. Rij voorzichtig! Ik ga mijn best doen. Mr. Max B, bike life, jongen! Het zijn de maas! Abnormaal, ASO's! Nou, we hebben in ieder geval allebei heerlijk gegeten. Is goed, Gab! Mazzel! Hij gaat nog even de bike life uithangen. Het is voor mij te koud. Ik moet ook morgenochtend weer werken vroeg. Dus lekker nog even een paar uurtjes editen en dan duiken. Hi, even het viziertje dicht voor de kou. Alright fam, dat was weer een avondje pomperen, Ros. Vergeet niet, like, reageer en abonneer.
vooral die like helpt me enorm. En laat even een reactie achter. Maakt niet uit wat je neerzet. Like, jeur, pompert, whatever. Maar hoe meer reacties, hoe beter het is voor mij. En dan zie ik jullie next time. Later fam! Maar het begint al een beetje ergens op te lijken.